dit ding hier is een beetje ons standaard vervoersmiddel in Tokio. Je wordt er niet al te moe van. Je kan overal tussendoor helemaal top. En de jongste meisjes, dames en heren, kroeg en peren, welkom bij een nieuwe vlog. De laatste dag in Tokio. Vandaag een extra speciale dag, want ik heb vandaag een show, of eigenlijk vannacht, vanavond, en op zo'n dag ben ik altijd extra zenuwachtig, kan niet zo goed eten, gewoon spanning in mijn lichaam, heb ik altijd, en het is ook tevens de laatste dag, dus ik ga er nog even goed van genieten. We zijn nu in Harajuku, dat is favoriete buurt. Daar hebben ze van dure kleding tot tweedehands kleding tot kalm tot heel druk. Het is gewoon fucking leuke buurt. Ik ga even een beetje winkelen nog. Een beetje relaxed doen vandaag. Het is fucking vet. Ze hebben hier gewoon ziek dure schoenen. Kun je zien? Maar die zijn dan tweedehands. Die zijn al gedragen. Jij weet niet wat die kosten of wel? Voor mij alsnog 7 mei. Alsnog 7 mei voor een afgetrapte schoen. Wow. Deze jas heb ik al 4 keer gezien. En iedere keer ben ik een beetje verliefd erop. Maar niet vanwege het merk, want daar heb ik niet zoveel mee, maar gewoon die kleur. Ik wil dat. Wat zou die kosten eigenlijk? Steeds 148.000. Hoeveel is dat? 700, 800? Heel af en toe koop ik één heel duur item, maar wel iets waar ik lang wat aan heb. Gekke jas. Gekke Rick Owens schoenen. Wow. Brian. Ja. Nee hoor, dank je. Wat is nou jouw favoriete broodje? Ja, dit. Vertel eens wat dat is aan de kijkers. Een varkensschnitzel op brood. Ik had het er net even over met Brian. Ik heb heel veel zin in de show vanavond. Alleen het enige kut is dat we morgen vliegen. Morgenochtend vliegen. We vliegen rond 11:30, toch? Ja. Dat betekent rond 10 op de airport. 9:30 op de airport, 8:30 weg. Gadverdamme, ik draai van 2 tot 3. 2:30 tot 3? Van 2:30 tot 2:30. Dat is net jammer. Maar ja, zit ik wel moe in het vliegtuig en ben ik ook nog voor kerstavond thuis. Dat is dan maar de challenge. Maar het zal het wel maken. Ja, heel erg naar. Ja. Nu heb ik toch wel een beetje heel erg honger. Ik wil even wat eten. En het is de laatste dag, dus ik denk dat het sushi gaat worden. Na een vol buikje van de sushi, ga ik even lekker chillen in mijn bed liggen. En is het time for party time tonight. Tokyo, Japan, party time. Disco party. En als het goed is, komt er ook nog een speciaal iemand vanavond. Maar dat zie je straks. En dan leg ik ook uit wie en wat diegene is. Doei. Daar gaan we. Oeh. Altijd zo leuk, hè? Dit is, oh, wacht even. Kijk eens even. Extra top.
deze rider hier is altijd zo extreem goed geregeld. Wat voor dingie. Ja, we zijn inmiddels 4-5 vodkaatjes verder. Ik had gezegd dat ik er 2 zou doen. Dat is mislukt. Dat heb je hier ook al door. Kijken. Ja. Het is zo goed geregeld hier, dat als er zeg maar nog een heel klein beetje hap, dan heb je een nieuwe. We gaan naar de club. Ik ga een nieuwe stand van de microfoon proberen. Min 20, kijken wat er gebeurt. En gericht zet ik hem, ja? Jongens, we gaan even een showtje doen en dan gaan we zo naar huis. Jongens en meisjes, ik ben net klaar met de show. Was fucking leuk, jullie hebben het kunnen zien. Maar ik zei al vanmiddag, er komt iemand langs. Hij kwam erg laat, maar uiteindelijk is hij er gekomen. Is hij gekomen? Beter laat dan nooit. Ja, daarom. Raffi. Met Raffi heb ik 2 platen gemaakt. Ja, ja. Scientist, met als het goed is, Dimitri Vegas Like Mike, Brennan Hart, ik en dus jij. Ja. En Let It Out, die hebben we net samen gedraaid, even wat content geschoten. Vind ik wel vetter eigenlijk dan zijn. Moet ik gewoon een original is. Ja, ik ook. Ja. Die komt binnenkort uit. Wil je nog wat over jezelf vertellen? Via promoten, papa? Ja, we hebben 58 natuurlijk gehad, dat was super leuk. Oh ja, tuurlijk. Ik ben zanger, songwriter, van alles en nog wat. En hitmaker, toch? Ja, en jij belde me best van, joh, wil je morgen bij 58 live komen zingen? En ik had toen net mijn eerste Nederlandstalige single uitgebracht. Dus dat kwam ook een beetje zo uit. Ja. En dat werd goed gespoord ook bij 58. Want je doet zeg maar je eigen shit onder Raffi? Ja, mijn eigen Nederlandstalige dingen is Raffi. En dan doe ik dance, toplines onder een alias. En ook gewoon als schrijver, dus zonder credits. Dus binnenkort 2 platen uit met deze gek. Superleuk. Yes. Kijk hem sexy beesten. Kijk ze sexy wezen. Hey. Show was echt leuk. Het is best wel een soort van VIP clubje en altijd een soort van spannend. Het is heel intiem. Het is intiem. Maar ik heb het echt fucking erg naar mijn zin gehad. Ze gingen lekker los. Ze zijn ook niet heel erg gewend aan de wat hardere stijlen. Maar dat was top. Jongens en meisjes, het zit erop. De eerste 3 vlogs zijn een feit. Over 4 uur gaat mijn wekker. En gaan we terug naar huis. Terug naar Schiphol. Ik wil iedereen een fijne kerst wensen. Ga genieten met je familie, met je vrienden, met de mensen die belangrijk voor je zijn. Fijne kerst. Ik vind het super vet dat jullie er weer zijn. De reacties, de likes, fucking leuk. En ik zie jullie over een paar dagen. Ik ga een vliegtuig in. Ciao.